Het Centraal Hoofdstembureau CHS heeft vandaag, de vierde dag van de registratie van politieke partijen, haar handen vol gehad. Vanaf vanmorgen was het gaan en komen van partijen die zich eerder hadden opgegeven voor registratie om mee te doen aan de verkiezingen van 25 mei aanstaande. De Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA, was de eerste partij van de ochtend die met de groep de partij heeft geregistreerd. Daarna heeft de jonge politieke partij, Partij voor Recht en Ontwikkeling PRO, zich aangemeld en geregistreerd. Gino Kastelen, voorzitter van de SPA, vindt dat Suriname nu geleid moet worden door leiders die een goed bestuur voorstaan. Gerald Silcharan, voorzitter van PRO, zegt dat zij gaan werken voor herstel van de democratie. Van het pakket dat we een bestuur willen hebben welke zuiver is, zuiver en vrij van corruptie wanneer we praten over goed bestuur. Maar het gaat in de eerste plaats bij de SPA om de mens, de Surinaamse mens. Wat gaan we met het land doen? Wat gaan we met de productiemiddelen doen voor de Surinaamse mens? Het gaat bij Suriname niet alleen maar om ratings. Het gaat bij Suriname niet alleen maar om de koers. Het gaat bij de SPA om de mens. En dan zijn alle andere zaken instrumenten. De koers is een instrument. Goed bestuur is een instrument. En die vier pijlers waar ik het net over had zijn. 1. Ervoor zorgen dat we het goed bestuur neerzetten. En dat houdt voor alles in. Wat u wil horen wanneer het gaat om wetgeving, om ervoor te zorgen, maar niet alleen wetgeving, maar ook handhaving van die wetten, dat het bestuur op een juiste manier transparant wordt gevoerd. Openbaarheid van bestuur. Mensen kansen krijgen die ze horen te krijgen. We gaan werken aan herstel van onze rechtsstaat. We gaan werken aan goede wetgeving die het voor ons allemaal mogelijk moet maken dat we gelijke kansen krijgen. Het mag niet zo zijn dat een ander kind in Suriname, omdat hij zeg maar in het binnenland woont, minder rechtsbeleving heeft, minder onderwijs krijgt, minder huisvesting heeft, minder speeltijd heeft. Dat moet niet zo zijn. De PRO wil gaan naar een situatie waarbij we in Suriname allemaal de gelijke kansen hebben. Dat is een van onze fundamentele grondslagen in de ontwikkelingsvisie van de PRO. Trouwens, u weet, de PRO heeft een ontwikkelingsvisie geschreven voor de komende 25 jaar. Dat is te zien op de website van de PRO. In de ontwikkelingsvisie ga je zien dat de factor mens door de PRO centraal wordt gesteld. Wij stellen de mens centraal. Want het gaat om ons allemaal. Het gaat om de mens. Het gaat er niet om of je mooie huizen hebt of mooie wegen. Of grote winkels. Het gaat erom dat je als individu sterk, zelfstandig en onafhankelijk bent. In de middaguren heeft de partij Broederschap en Eenheid in de Politiek, BEP, zich met haar achterban aangemeld voor registratie. Volgens de ondervoorzitter, tevens minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, gaat de partij alleen de verkiezing in, maar niet in alle districten. De blikvanger van de dag was de Partij Luhur, PL, die met heel veel tamtam de partij is gaan registreren. Voorzitter Paul Somahadjo is ervan verzekerd dat zijn partij bij deze verkiezing meer dan 7 zetels zal halen. Tot nu toe zitten we op 7-8 districten. We kijken nog even om een besluit te nemen wat betreft Para en Nikeri en Saramaka, Koroni en Kommerwijnen doen we niet mee. Ja, Kommerwijnen checken we ook, sorry. Wij hebben een heel mooie campagne gevoerd tot nu toe. We zaten nu eigenlijk op het punt om die grotere meetings te hebben. Die grotere resource meetings en massa meetings. Door de laatste ontwikkelingen gaat dat uitvallen. Maar er is nog genoeg werk die we kunnen verzetten met onze kiezers, sympathisanten, mensen die zich hebben opgegeven dat ze voor de BEP gaan. Dus natuurlijk is het een beetje opportun, secretaris, om hier al onze strategieën prijs te geven. Maar in elk geval blijven we in touch met onze mensen. En we hebben genoeg werk te doen na 25 mei toe. En om onze leden, mensen die willen gaan voor de BEP, de ideeën waarvoor we gaan, om met ze in contact te komen en te blijven. Social media is een van de bronnen, oplossingsmodellen waar we
in contact kunnen treden met de mensen en kleinere meetings. Met welke? Daarom is onze goal meer dan 7. En wij gaan go voor meer dan 10. We zijn een groeiproces. We hebben altijd gewonnen. We hebben nooit minder dan 5 zetels. Ja, altijd. Maar we zijn geplaagd met die, het verraad. Maar daarvoor hebben we ook medicijnen. We hebben een kaalplukcontract dat ook door andere partijen zijn overgenomen. En er staat $3 miljoen voor boete. Misschien stellen we meer. Alle districten, met uitzondering van binnenland. Meneer Soen, ik is niet... Binnenland. Binnenland bedoel ik Marowijnen, Sipaluwe, Nibrokopondo. We hadden inzicht gehad, maar misschien gaan wij meer advies geven. Meneer Soen, ik is nu uw baby geworden. Meneer Soendik is rotsvast, meneer is geen kroonprins, want we zijn bang dat de naam kroonprins noemen, dat dat gekaapt wordt. U bent bang? Dat wij de naam kroonprins noemen, maar naar mijn visie, ik zal dat voorstellen aan de partijraad dat hij onze president kan worden. Paul Somaharjo, voorzitter van Partij Luhur, en daarvoor Edgar Dikan, ondervoorzitter van de Broederschap en Eenheid in de Politiek. Zij spraken vanmiddag na hun partijen te hebben geregistreerd voor de verkiezingen van 25 mei. De registratie vindt plaats in de beurshal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en duurt tot en met zaterdag.